Leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik 5 tips delen die je wellicht kunnen helpen om je hoofd in deze gekke, hectische tijd wat koel te houden. Het vooropstellen zijn op dit moment heel veel mensen die stressklachten, spanningsklachten, angstklachten, maar ook somberheid ervaart. Dus ik hoop dat dat al enigszins een geruststelling is als je jezelf daarin herkent. Je bent absoluut niet de enige. Dat komt omdat er twee hele belangrijke dingen in één keer wegvallen. En dat is de structuur en de zekerheid die we toch bijna allemaal wel hadden in het leven. Dat valt in één keer allemaal weg. Dus het is in één keer allemaal op losse poten en improviseren. En dat is gewoon heel onprettig. Vaak willen we ook controle. En als we iets niet hebben in deze periode, dan is het controle. Dus dat maakt ook dat het zo super stressvol is. En dat er dus ook heel veel mentale problemen ontstaan op dit moment. De eerste tip is: beperk het aantal keren dat je het nieuwsbericht kijkt. 1 à 2 keer max. Op het moment dat je de hele dag door eigenlijk nieuws kijkt, voorzie je je brein de hele dag van die informatie over die onzekerheid en over allemaal vervelende dingen. Daardoor loop je stressniveau echt enorm op. Je hoeft niet bang te zijn om wat te missen. Hè? Gelukkig is er ook heel veel herhaling in het nieuws. Wat ook belangrijk is, op het moment dat je nieuws kijkt, probeer dan zo betrouwbaar mogelijke bronnen. Dus bijvoorbeeld het nieuwsbericht zelf. Op het moment dat je de hele dag ook op Facebook gaat kijken, kom je ook heel veel nepnieuws tegen. En dat is vaak ook niet echt geruststellend. Dus beperk het aantal keren dat je nieuws kijkt. En als je dat dan doet, doe het dan met een zo betrouwbaar mogelijke bron. Zelf doe ik bijvoorbeeld het 6 uur journaal. Tweede tip is: probeer zoveel mogelijk de structuur van de dag die je normaal had ook vast te houden. Ik kan me voorstellen als je gezin hebt dat dat nog vele malen lastiger is dan wanneer je dat niet hebt. Maar probeer, om een voorbeeld te geven, als je van 8 tot 5 werkt, die tijd dan ook aan te houden. Maar vooral ook de pauzes te nemen op momenten dat je dat normaal ook hebt. Vaak slaan we die een beetje over op het moment dat je thuis werkt. Maar dat zijn juist de momenten dat je ook echt even kan ontspannen. Tip 3 is: zoek een creatieve hobby. Helaas kunnen we op dit moment weinig, omdat we natuurlijk niet echt naar buiten mogen. Alle restaurants zijn dicht. Als je een creatieve hobby hebt, dus creatief bezig gaat, wordt er een gebied in je brein actief, wat ook de stressgebieden remt. Dus naast dat je de tijd volmaakt met bijvoorbeeld iets creatiefs, zoals kleuren of knutselen of whatever, zorgt het dus ook nog eens voor dat er in je brein iets gebeurt, waardoor die stressgebieden minder actief worden. Dus dat is heel positief. Dus daardoor voel je je vaak ook prettiger op het moment dat je creatief bezig bent geweest. Wat ik ook veel zie, is dat mensen puzzels gaan maken. Nou, je hebt alle tijd om puzzels met 2000 stukken te maken, minimaal. Dus dat is wellicht ook een leuk idee. Tip 4 is: beweeg. Helaas zitten alle sportscholen dicht en ook bewegen zorgt er juist voor dat er in je brein gebieden actief worden die je stresssysteem remmen. Gelukkig worden er heel veel workouts thuis aangeboden, zo ook op onze Instagram pagina. Er zijn diverse filmpjes. Als je er nog niet op staat, dan volgen die. En verder kan je ook allerlei andere workouts voor thuis vinden op YouTube bijvoorbeeld. Maar ook heel veel sportscholen bieden het aan, dus doe dat zeker. En probeer ook wandelen buiten te blijven doen, omdat de buitenlucht ook heel positief werkt voor je brein. Het is fantastisch weer, dus moeder natuur helpt ons daar een beetje mee. Maak daar gebruik van. Wel belangrijk, hou 1,5 meter afstand uiteraard. De 5e en laatste tip is: hou sociaal contact. Zeker op het moment dat je geen relatie hebt of dat je partner toch aan het werk is omdat hij in de zorg is of iets dergelijks, kan het heel snel ontstaan dat je je eenzaam gaat voelen. Eenzaamheid is eigenlijk ook de bron voor het ontwikkelen van, of eigenlijk ook een bron voor het ontwikkelen van stress of pijnklachten. En vooral ook somberheid ontstaat daardoor. Dus probeer ook sociale contacten te onderhouden. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden hoe je dat kan doen. Je kan facetimen, appen, bellen. Maak daar vooral gebruik van. Wat ook heel erg leuk is, als je bijvoorbeeld nog een oma of opa hebt, is om op raamvisite te gaan. Het is best wel heel grappig, omdat je dan gewoon toch die mensen kan zien. En vaak ben je er dan ben je er natuurlijk ook meteen weer eventjes uit. Oké, bedankt voor het kijken. Heel veel succes. Mocht je vragen hebben, stel ze onder in de comments en dan kom ik daar zeker op terug.